Sta je dan lekker tegen de schutting aan te kijken? Buh! Deskazol hier, namens Casper. Welkom bij deel 1 van Deskam by Night. Het rondje Zwolle Pessen. U? Pessen? Ja, Pessen, ja. Wij laten hier trouwens Zwolle's uit. Ik heb even mijn zus zware nichtje opgehaald. En hier rijden wij richting de snelweg A28. En dan ga ik jullie even alles uitleggen wat deze nieuwe tour nou weer precies is. En mooi hè, die kerstverlichting nog steeds. Nou, het was zo namelijk. We hadden 3 januari 2023 een nieuwjaarsreceptie bij mijn oom in Pessen. Hele familie kwam bijeen. Lekker plantje eten meegenomen en lekker eten met z'n allen, lekker wat drinken en aan de koffie daarna en daar weer terug. En ik dacht van, hé, laat ik eens even mijn deskcam eens even op mijn raam plakken. Zo. En laat daar eens een videootje van maken. We kijken trouwens nu ook uit op het voetbalterrein van SVI. En nu zit ze meteen aan de rechterkant de garage van garagebedrijf Dingering. Die dus ook in Trettepoeling doet. Ja, zeker weten. En voor je ligt de manege. Jawel. Maar ik dacht van, ja, ik neem even mijn deskcam mee. Ik plak die even aan mijn raam. En ik maak daar even een videootje van. Dus we rijden nu eventjes nu naar Pessen toe. En als jullie niet weten wat Pessen ligt, dan zou ik zeggen, blijf de video volgen. Want we komen daar ooit een keer aan. Dus we zijn daar een keer aangekomen. Ja, we zijn daar aangekomen. Anders kan ik ook niet deze video maken. Het kan wel, maar oké, dit wordt weer helemaal, dit gaat weer helemaal nergens over. Maar ik kijken hoe die cam nou ook filmt in het donker. En ik ben er best wel positief blij van verrast. Oké, het is natuurlijk donker, dus je ziet minder. Maar ik vind dat hij best wel leuke video's heeft gemaakt. Zo, bakverlichting. Goeiedag, hé. Lamp uit. Maar wat ik al zei, ik vind dat hij best wel goede filmpjes gemaakt heeft. En een goede video gemaakt heeft. Dus vandaar deze nieuwe tour naar het mooie plaatsje Pessen. Pessen ligt trouwens achter Hoogeveen. Dus we gaan zo meteen op de A28. We rijden trouwens de hele A28 bijna af. Ja, tot aan afslag Pessen. Dus het is eigenlijk wel een snelwegrit. Ga je nu trouwens naar links toe. Dan zit je weer in de buurt van het Winkelplein. Retour is Oud-Ittersum. En wij gaan hier nu rechts af. Oeps, oranje. Wij gaan nu richting de IJsselallee. Ja, dit is nog wel een vrij bekende weg langzamerhand. Want ik rij hier altijd, moet hier altijd overheen. Als je naar de A28 moet, dan moet je altijd over deze weg. Kun je dan kiezen om nog rechtdoor te gaan straks via de Waslanden en dan via de Centuurbaan. Maar ik vind het toch makkelijker om via de IJsselallee te gaan. Scheelt ze weer een stoplicht. Want ze hebben hier echt de stoplicht hier neergepleurd als brugbaan, zou ik zeggen. Want op ieder 100 meter staat wel een stoplicht. Rotondetje. Links-rechts zit je in woongebied Schelle. Wij gaan rechtdoor. Wij gaan eerst richting IJsselallee. Allee. Dus straks bij stoplicht. Als je rechtdoor gaat, ga je dus via de Maslanden naar de Centuurbaan richting A28. Is ook een ringweg. Wij gaan hier zometeen gelijk naar links. Pakken ook de ring. En richting, ja, wat ik al zei, A28. Je kunt nog verder op de ring naar Hasselt, Genemuiden, Hattem. Beetje die kant op. Prachtig, al die lampjes. Vind ik best wel leuk eruit zien trouwens. Maar ik zal jullie wel wat meer dingetjes vertellen tijdens de rit. Want ja, wat ik al zei, je ziet niet zoveel meer. Dus je moet het nu echt doen met mijn mooie, zoele praat. Zo, cool. Alle vrouwen gek nu. Geintje natuurlijk. Nou, we draaien hier dus de IJsselallee op rechtdoor dus. Waslanden. We volgen die zwarte auto. Ja, hier rijden we dus op die IJsselallee. Hier mag je trouwens 70 km per uur. En er staan hier wat flitspalen hier en daar. Kijk, die man die denkt van ik ga wat harder rijden. Ik ga gewoon iets lomper rijden. Want ja, hij rijdt Audi. Dus Audi rijders zijn sowieso al wat lompere rijders. Zo. Dan denk ik van ik ga er gewoon even achteraan. Met zijn mooie cabriootje. Rolafslag. Ga je naar rechtsdoor, zit je weer op Maslanden. Kom je ook langs Tuinland. Er zit nog PostNL, sorteercentrum. En de gevangenis zit hier nog. En wat autobedrijven. En bouwmarkten. En keuken. Winkels, noem maar op. Nou, die mensen die zo hard aan reden waren, staan nu allemaal weer netjes bij het stopdicht stil. Hier trouwens aan de linkerkant stond de flitspaal. Dus pas hierop als je hieruit. Ik snap trouwens niet waarom mensen zo hard rijden. Want
dit stoplicht ga je naar het nooit. Vanaf stoplicht waar we net zijn vertrokken tot aan dit stoplicht ga je nooit. Dan moet je echt rond de 80 gaan. En ook bij, als eerste bij stoplicht staan, dan red je hem soms. Maar 9 van 10 keer red je deze niet. Die sta je altijd stil. Ik heb het al eens een keer geprobeerd, hè, om dan via de rondweg te gaan doen. Van huis af, dan ga je achter het bos langs. Nu gingen we voor het bos langs. Maar dan red je hem ook niet. Het is echt puur die ring. Dan red je hem wel alles. Dan heb je wel alles op groen. Maar dit, ja, hier sta je altijd stil. Kun je mooi van het uitzicht genieten. Ja, uitzicht, het is een beetje zwart. Ja, dat klopt. Het is zwart. Het is zwart voor mijn ogen. Kijk, die vrachtwagen denk ik ook van, ik rij lekker door rood. Kost je €250 mort. Plus €9 verzendkosten. Administratiekosten. Ik kan erover meer praten. Red door dus nog steeds. Dan gaan we even onder de spoorlijn door. Dat is de spoorlijn Zwolle-Weijen-Ons-Deventer. En dan kun je nog door naar Arnhem. Eindpunt. Roosendaal. Gelukkig was het droog. Het was die dag wel heel hard aanwezig regenen. Maar het was vanavond, die avond was het droog. Dat is mooi. Want ja, als je en in donkerheid plus regen. Ik weet niet of dat nou weer heel erg goed wordt. Met je kemmetje. Dan zie je denk ik nog minder. Dan ben ik ook bang dat je de lampen, de reflex krijgt op de lampen. Hier is trouwens nog de BP-pomp. Hier ga ik altijd tanken. Ja. Er is nog een trein daar. Ook nog mooi. Mooie trein. En ja, het rangeercomplex ligt hier naast van de NS. Ligt dan aan de rechterkant. Ga je dan zometeen af. Ga je richting het Centraal Station. Naar de bushaltes. Politiebureau. Zonnecollege. Zit nog een grote school. Ja, dat zit hier dus nu aan de rechterkant. Links ga je de woonwijk in van Zwolle Zuid op Oranje. Hier zat ook nog vroeger het oude Hanzenbad, maar die hebben ze gesloopt. Waarom ze die gesloopt hebben, weet ik niet. Het was een subtropisch zwemparadijs. Nu hebben ze er iets anders voor neergebouwd, maar dat vind ik maar een ding van niks. Ik heb natuurlijk weer een afslag. Dat is de afslag wederom naar Centraal Station, Stadskantoor, Zonnecollege, Politiebureau. Univé zit hier ook nog trouwens aan de rechterkant. Jawel. En links afslag naar Hogeschool Windesheim. Video's doe ik onderbij de 10 minuutjes ongeveer. 10 minuutjes tot een kwartiertje. Kunnen we even lekker wegkijken. Niet zo lang dus. We plakken ze gewoon tot met een, ja wat ik al zei, tot aan een minuutje of 10 tot aan 12 minuutjes plakken we deze video's vol. En dan gaan we de week daarna verder met het volgende deel. Lekker makkelijk voor het kijken van deze video. Nou, staan we weer bij een stoplicht. Top. Deze rek je daar ook nooit. Kijk daar aan de rechterkant bevindt zich dus het pand van Univé. En links zie je al wat verlichting staan. Dat is van de Hogeschool Windesheim. Is dat niet het A-gebouw? Hoe is dat het A-gebouw volgens mij? Ik heb ook nog in mijn vroege jaar nog gewerkt in de catering. Bij Windesheim was het nog Jack and Judy's van Albon Catering. Hoe is het nu? Is dat van, ik dacht Eurest. Wat erin zat nu? Nou, kom maar met het groene licht. Komt u maar. Ik heb nog wel een mini-koepeltje. Die denkt van, nou ja, die houden we net heel hard in. Maar die staat nu weer voor me. Dus wat scheelt je? Het scheelt je één auto. Jee, top. Misschien iets meer brandstof misschien. Ik weet het niet. Het zal weer. Yo, gas met dat ding. Dikke Skoda. Oké, gaan we zo meteen over de spoorlijn door. Over de spoorlijn heen trouwens. Je kunt niet door een spoorlijn, want dan krijg je rare kras op je auto, Kasper. Dat is de spoorlijn Zwolle, Lelystad of Zwolle, Amersfoort. Dan ga je over de Hanzenboog, over de IJssel. En dan richting die plekken toe. En wij gaan hier dus nu overheen. Daarvoor zie je ook wel die hele IJsseltoren liggen. Dan komen we zo meteen aan bij de afslag. Ga je nu naar rechts, ga je naar het Wink. Ja, ga je naar het centrum van Zwolle. Het centrumgebied van Zwolle. Waar je lekker kunt eten of kunt shoppen. Of zat kunt worden. Ja. Links zie je nog een pand staan van Vitens. Gelijk weer een volgende afslag is de afslag naar Hattem. Dan moet je nu naar links toe. Hattem rechtdoor. Kom je uit op de A28. Dan ga je alleen zo meteen naar rechts toe en dan draaien we de A28 op. Ga je rechtdoor, ga je richting Westerholt, Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis, een beetje die geesten. Daarvoor zie je dat lelijke Hanzentoren staan, dat IJsseltoren. Zo'n lelijk ding, hè? Zo'n lelijk ding, dat ding.
En dan draaien we de snel weer op. En dan komen we al aan bij het eerste deel. Zijn eindelijk gekomen van het eerste deel alweer. Dit was deel 1, Death Camp by Night, de rit zonder pessen. Bedankt voor het kijken van deze video. Laat een blauw duimpje achter. Kun je even om te liken. En wij zien elkaar volgende week weer. En dan gaan we lekker op de ijs op de A28. Toeri richting het mooie dorpje Pessen. Ik zeg voor nu, goed doodles. En een dikke dag. Doei! Die was heel raar.